Corona is echt, nou we hadden het al heel even over wat het bijvoorbeeld voor jouw persoonlijke leven betekent, voor ons allemaal hier aan tafel. Maar ik denk voor iedereen die ook luistert: heeft corona een, een ongelofelijke impact gehad en nog steeds heeft het op ons leven. Maar ook op de politiek. Iedere twee weken is er een briefing over corona, de laatste cijfers, de allerlaatste stand van zaken. Iedere twee weken debatteren de fractievoorzitters met elkaar. Toen ging ik terug, dacht ik, wanneer is eigenlijk is we, is de laatste briefing geweest over klimaat. Ja. Wanneer is eigenlijk de laatste brief? Wanneer is de laatste ja. fractievoorzittersdebat geweest? over klimaatverandering. Ja. Wanneer hebben we gezegd, wetenschappers zeggen dat het echt helemaal misgaat... en we volgen de wetenschappers. Ja. En het contrast vind ik in de aanpak van de klimaatcrisis en de coronacrisis... dat is wel echt groot. En dan heb je misschien, je noemt het de klimaatautoriteit. Ik dacht het, eh, naar aanleiding van het OMT, het, mm. het Outbreak Management Team... het CLIMATE, het CMT, het Climate Management we Team. Dat hebben het nog over gehad, ja, in een bepaalde vergadering. Oh, maar ja? vet, ja. zoiets zou er eigenlijk gewoon moeten ja, komen. En waarbij want... je iedere twee weken eigenlijk een hoorzitting moet hebben in de Tweede ja. Kamer... Over klimaat, de allerlaatste cijfers. Wat gebeurt daar? En dat, dat klimaat is, is natuurlijk veel langere termijn. Ja. Dus dan gaan we niet iedere week de cijfers <laughs> kijken. Uh, wat is het? Vergelijkt ja. met de ziekenhuisbezetting. Maar je zou dat toch ook om de druk erop te houden. Zou je zoiets wel moeten hebben, denk ik. Een soort van ja. klimaatdashboard. Uh, Een klimaatdashboard. Uh, ja. En niet één keer per jaar, want dat hebben we in de klimaatwet nee. geregeld. Uh, dat dat in het najaar is. Maar. Dat valt mij ook wel iedere twee weken. Ja, en het wordt ook helemaal niet behandeld als de crisis die het is. Want op dit moment is het gewoon een, een punt op de politieke agenda. En dat zou het helemaal niet moeten zijn. Dat ze überhaupt, naar mijn mening, geen politiek issue moeten zijn. over pro-klimaat of tegen klimaat. Maar dat zou moeten behandeld worden als de coronacrisis. Want dat is minstens op de lange termijn net zo belangrijk. Mag ik daar iets over vragen? Want je zei, daar ben ik het mee. Klimaat zou niet iets links of rechts moeten zijn. Nee. Klimaat nee, ik vind zou dat iets anders. Zo het is van een humanitair ons... probleem. Maar is, het, is dat ook niet. Uh, te makkelijk gezegd. En is het dat wel een politiek probleem. Het is, het is een politiek probleem. En is het door te zeggen het zou niet politiek moeten zijn, lossen we het daarmee op. Want moeten we het niet juist nog politieker maken daarmee? Want, want dat is precies wat al die grote bedrijven die ik ook spreek, zeggen, zeiden. Nee, maar het is eigenlijk niet een uh, echt politiek. We moeten dit met z'n allen doen. Hm. En dan kijk ik om, en dan waren ze dan, dan zijn ze het nog steeds niet aan het doen. Dus moeten we niet juist wel de druk erop zetten. En het is een hartstikke politiek thema. Ja, maar... Er zijn namelijk verschillende opvattingen. Volgens mij moet je het juist echt inderdaad veel meer in de politiek trekken. Ook. Je ziet het ook al. Kijk, we, we hebben we geloven echt heel lang hebben we ook geloofd in zeg maar een beetje convenanten. We gaan samen met het bedrijfsleven gaan we alles doen. Maar toch zie je dat heel veel van die convenanten daar is het resultaat echt minder van. Um, en daarom is het juist belangrijk dat je ook gewoon veel sterker gaat normeren en gaat beprijzen op bepaalde dingen. Ik vind altijd een fantastisch voorbeeld, bijvoorbeeld uit Europa, uh, de, de regelgeving voor de maximale uitstoot van auto's. Die, die zeggen van, nou, een auto mag maximaal zoveel gram CO2 uitstoten per kilometer. En dat dwingt gewoon alle bedrijven die ja. in zo'n grote markt als Europa willen, willen verkopen, dat ze gewoon gaan verduurzamen. Ja, Oké, okay, dan heb ik misschien het verkeerd verwoord. Ja, dan moet het een politiek probleem blijven, maar het zou geen punt van debat moeten blijven. Van, oh, gaan we er Iets aan doen of niet. Nee, we gaan er iets doen en dit is hoe we het gaan doen. Dus ja, we moeten er inderdaad een politiek punt van blijven maken dat we dat beleid blijven gewoon mm -hmm. forceren op, op, op de samenleving en dat soort dingen, maar het moet geen punt van debat meer zijn. Het moet niet meer zijn van oh, we willen er niks meer aan doen. Dat dat moet geen kant van de politiek meer zijn. We moeten met z'n allen instaan. Jawel, we gaan hier we gaan hier wel wat aan doen. We gaan hier wat aan doen en we gaan doorpakken. Ja, we moeten gewoon geen tijd meer verspillen ja. aan, aan, aan dat hele gebeuren voor oh, er, er zo'n ruzie van maken. Ja. Want dat het, het zou geen ruzie moeten zijn. Nee. Nee, het, 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 ik, ik snap heel goed wat je zegt. Ik, ik moet nu denken als een klein uitstapje. Wat alle, het heeft alles met co 2 uitstoot ook te maken, maar het stikstofprobleem. Eh, dus ja. dus uh, stikstof, de, 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 voornamelijk komt het door, uh, door dat we te veel uh, dieren in Nederland in gevangenschap mm -hmm. hebben. Ik had het niet over de huiskatten, maar over de varkens <laughs> en de kippen ja. en de koeien en, en um, uh, de geiten. Uh, en wat je ziet, is we weten wat het probleem is. Het heeft enorme economische consequenties, want we kunnen geen huizen bouwen, eigenlijk doordat er te veel stikstof uh, neerslaat in de natuurgebieden. Mm -hmm. En toch al twee jaar lang wordt er niks aan gedaan. Of, of de, twee, de anderhalf jaar wordt er niks aan gedaan. Eh, wordt er eigenlijk amper, worden er amper stappen gezet. Dus ook daar zie je terug. We weten wat het is. Het is eigenlijk best wel acuut, want het heeft direct economische gevolgen. En toch, zet, toch wordt de stap niet gezet. Dat ja. is wel op moment, dat is wel eens een punt waar ik be een beetje pessimistisch werd. Dat ja. ben ik er bijna nooit. Maar dat ik denk, nou. Als het, als, het, als het zulke grote economische belang raakt, als grote bouwbedrijven zeggen: Alsjeblieft, zorg ervoor dat die veestapel inkrimpt. en het kabinet durft daar niet toe over te gaan. dat vind ik wel heftig. Ja, het is ook echt een resultaat, inderdaad, van als we, dat we de hele tijd proberen onze, onze systemen een beetje te optimaliseren. zeg maar net even een beetje minder stikstof uitstoot. Maar als je op een gegeven moment in een systeem zit dat gewoon spaak loopt, dat gewoon eindig is. Uh, dan kom je gewoon in een stikstofcrisis uit. Dus daarom is die systeemverandering ook zo goed nodig. Dat je echt, zeg maar, ook dat landbouwsysteem van hoe de boer zijn geld verdient. maar ook hoe groot onze veestapel is. dat we dat gewoon echt flink, flink gaan aanpassen. Is het tijd voor systeemverandering, zeg je daarmee? Ja, uiteraard. Ik denk gewoon dat we de verkeerde kant van het gesprek voeren. Het gesprek moet niet meer zijn: moet die veestapel inkrimpen of niet? Dat, 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 daar zouden we al voorbij moeten zijn. We moeten gewoon zeggen dat gaat inkrimpen. Dan ga je met de boeren in gesprek: hoe gaan we dat doen? Maar we, we zitten gewoon compleet de verkeerde kant van de discussie te voeren. Naar mijn idee. Ja, ik denk, ik zeg dat het altijd, zeg maar, we, we kijken altijd heel erg naar wat mogelijk lijkt. In de huidige markt, in het huidige politieke landschap. We moeten juist vanuit de toekomst kijken naar wat nodig is. Ja. En van daaruit ja. zeg maar ons huidige beleid gaan, ik, gaan formuleren. Ik, daar kan ik, ik het echt niet meer mee eens zijn dan, dan, dan hoe jij het zegt. Ik vergelijk, dit zie je ook trouwens bij de coronacrisis gebeuren. Uh, dus als je dan, uh, we hebben net een nota geschreven over testbeleid. Ja. Waarbij we zeggen, als je nou, laten we proberen de boel weer open te gooien, en dat kan door heel veel te gaan testen. En, en de reactie die je heel veel terugkrijgt van, van Hugo de Jong, van het ministerie van VWS is: ja, maar we moeten kijken wat we hebben. Laten we eerst kijken wat we hebben. Voorzichtig, en stapje voor stapje. En ik probeer dan altijd te zeggen: stel je voor dat Steve Jobs, zo wanneer is, hij begonnen met de, rond de, de 2000, zeggen, maar, dat hij had gezegd. Nou, weet je, ik ga eerst even kijken hoe Nokia het verder gaat doen. En dan ga ik misschien zelf ook een stapje zetten. Nee, die had een idee. Die had gewoon een plan. Wow, ik ga, ik ga de tata, dit wordt een, 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 een telefoonrevolutie, telefooncomputerrevolutie beginnen. En die is, die is gaan nadenken over hoe zou nou een iPhone eruit moeten zien. En er alle technologieën bij gaan trekken. Al die technologieën en alle ideeën zijn er. Alleen je moet nog een nieuwe visie hebben. Ja. En dat is wat de politiek ja. moet schetsen. als je die visie hebt, dan kan je daar naartoe werken. Maar... In het grote is die er niet, en zelfs in het klein, bijvoorbeeld op corona niet, door blijven modderen in alles wat we al is kijken wat we weten. Ja, als we doorgaan met wat we wisten, dan krijg je wat je had. Ja. Je ja. moet groter durven denken en, en risico's durven nemen, maar dat is nog niet echt de appetite van van, van hoe een overheid werkt. Nee, nee. Uh, toch te risico-mijden denk ik. Ja. ja. Ja, weet je, ik denk, de Einstein zei altijd heel mooi van... No, we cannot solve a problem with the same mindset with which we created it. En volgens mij is dat, geldt dat zo erg voor, voor dit en ook voor klimaat. Hè? Dus dat, dat visieloze beleid, dat zal ons uiteindelijk nergens brengen. Maar als we durven te verbeelden van wat voor mooie toekomst we wel kunnen doen... wij doen dat bij de jonge klimaatbeweging, hebben we een jonge klimaatagenda... waarin we beschrijven hoe wij in 2050 willen wonen, eten, reizen, leren... En als je vanuit die toekomst dan zeg maar dat gaat terugvertalen naar wat er vandaag nodig is, dan, dan kom je op zoveel concrete maar ook ambitieuze beleid. En ja, ik denk dat dat een veel betere way to go is. Van waar willen we naartoe met Nederland? Een van mijn favoriete woorden is verbeeldingskracht. Ja. Uh, zit dat, als jij de toekomst mag verbeelden, hoe, hoe kijk je dan. Geef ze uiting aan die verbeeldingskracht? Hoe ziet de toekomst er voor je uit de komende tien jaar en voor, voor, voor Nederland? openlijk een stuk progressiever dan nu. Veel meer jongere inspraak in het beleid... niet alleen op het gebied van klimaat. Um, meer directe actie, inderdaad. Minder, minder met wat we al weten, maar veel meer met... Wat, wat, wat gaan we nu doen om dit probleem op te lossen? Want het moet nu gebeuren. We hebben nog maar tien jaar. We hebben nog maar tot 2030. Waarom zijn we niet nu al bezig met het veranderen van het beleid? Waar wachten we op? Dus in mijn ideale toekomst zouden we eigenlijk... zo snel mogelijk dat beleid oppakken en zeggen... dit zijn de veranderingen die we nu gaan maken... En daar betrekken we alle, alle partijen van, van, van de samenleving bij, maar voornamelijk jongeren, omdat het gaat om hun toekomst.